Nou, volgens mij heb ik dit wel eens eerder gezegd en benoemd. En het is hartstikke donker. Maar goed, maakt niet uit. Hopelijk gaat de zon zo schijnen. Geesten en entiteiten laten zich niet zo makkelijk wegjagen door een beetje witte salie en kaarsen. Ja, we zijn omgeven door geesten, entiteiten, demonen, obsessoren, allerlei wezens. Anders dan mensen. Ja, wat moet ik daar nou over zeggen? En de meeste geestentiteiten gaan helemaal niet naar het licht. Die willen liever hier blijven. Kan ik me heel goed voorstellen. Ik bedoel, wat moet je in het licht? Ja, daar ga je heen als je opnieuw geboren wil worden, wil reïncarneren. Maar ja, zo aantrekkelijk is dat voor de meeste mensen niet. Voor de meeste entiteiten ook niet. Hoe je dan een geest of entiteit bindt aan een ring, in dit geval, ja, is vrij simpel. Je moet ze iets aanbieden wat enorm aantrekkelijk voor ze is. Dit soort alchemisten ringen zijn daar uitermate geschikt voor. Ze kunnen open en dicht. Open en dicht. Deze gaat aan de zijkant. Open en dicht. En dit is gewoon een zilveren. Open en dicht. En deze heeft een maansteen. Deze heeft labradoriet. En deze is gewoon zilver. Deze is op het moment niet in gebruik. Er zit niks in. Maar het ding is dat je ze iets moet aanbieden waar, ja, op het moment dat je iets tegenkomt in je dromen, 's nachts, overdag kan ook prima, wat aantrekkelijk voor ze is. In dit geval zit er een pepertje in en lavendel. En ja, dat is gewoon een hele mooie geur, heel aantrekkelijk. Nou, hier zit er een watje in met, ik hoop dat je het kan zien, een klein stukje kip. Gekookte kip, heel klein, helemaal uitgedroogd, niks mis mee. Gaat helemaal goed en daar zit een beetje citroensap in. En dat heb ik dus netjes ingepakt in dat watje wat hierin zit. En zo heeft iedere entiteit of groep entiteiten, want die kom je ook tegen, iets anders nodig. Dus zilver is perfect. Zoek eentje met een steen, alchemistenring. En vul hem met iets wat aantrekkelijk is voor het wezen. Wat je, laat maar zeggen, een beetje onder controle wil houden. En dan doe je hem weer dicht. Deze ook. Lavendel en peper, zuivert. Voelt aangenaam, ruikt lekker. Nou ja, deze is niet in gebruik. Maar ja, het is eigenlijk heel simpel. Ja, weet je, en als je je intuïtie goed gebruikt, dan weet je wanneer het moment is waarop een entiteit verder kan. En dan is het een kwestie van de ring gewoon goed schoonmaken. En klaarmaken voor een nieuwe bewoner of bewoonster. En ja, zo simpel is het. Dat was het. Doei!